slotapjes en vooral de kinderen, slotapen en slotkinnetjes, allemaal welkom hier bij de afsluiting van carnaval 2014. Een geweldige carnaval in ons jubileumjaar, de mei 4-5. Prins was de eerste. Carnaval 2014, een jubileumjaar voor de stichting, een jubileumjaar voor mij ook, 11 jaar prins van de mei. Het is tijd om de sleutel terug te gaan geven aan onze burgemeester, burgemeester de Kok. 11 jaar lang heeft hij de sleutel, of heeft de gemeente beter gezegd, de sleutel toegezegd aan onze prins.